Dan gaat het publiek dat vrijwel helemaal oranje Kijk, en rood is. Hij gaat versnellen. En dan gaat er inderdaad versnellen naar de buitenbocht. Maar dan hoor je het publiek, hoor je joelen van hij doet het weer. Nou, dan ben ik benieuwd naar de rondetijd die er nu doorkomt. De lage 30, ik kan het me haast niet voorstellen. Hoor. Het zal rond de 30,5 misschien zijn door die versnelling. En wat is het? De rondetijd van Kramer. Hé, nou gaat er iets helemaal in de tijdwaarneming. Ze geven Skobref aan, maar dat kan niet. Want het was natuurlijk gewoon Sven Kramer. Ja, dit is hij gooide dat ritme een klein beetje omhoog door de bocht heen. Dus ik denk dat hij nu die lekkere cadans vindt. Ja, wat jammer, want ook op het scorebord zien we gewoon helemaal de verkeerde tijden lopen. Want dan zien we dat Kramer zelfs 27 seconden sneller zou zijn dan Lee. Nou, dat kan natuurlijk absoluut niet. Wat raar dat hier nu die tijdwaarneming in de baan. Rijden ze in dezelfde baan? Allebei in de buitenbaan? Inderdaad, ze rijden allebei. Nee! Nou, dan hoop ik maar één ding. Wat gebeurt hier? En dan hoop ik maar één ding dat het niet Kramer is die het foutje gemaakt heeft. Nee! Maar, Ze rijden in dezelfde baan. Sven Kramer, in de buitenbaan. Wat heb je gedaan? Zou Kramer een fout hebben gemaakt bij de wissel? Nee! Fout? Kramer fout? Zou Kramer zou dit een moment zijn waar iedereen zich om dat hoofd slaat? Gerard Kempen staat nu al met de handen op het hoofd. Nee toch! Kramer is vergeten te wisselen. Daarom die tijd van Skobref. Daarom is het die tijd van Skobref die net uit aangegeven. Nee. Nu wel weer Kramer zijn eigen tijd krijgt op het scorebord. Laten we op, ik weet het niet. Ik heb en iedereen staat Laten nu op hopen. En iedereen wijst nu Laten naar alle kanten. Hopen. En Kempkes die coacht nog wel Sven Kramer door. Maar kijk naar Kempkes, Die blijft gewoon zitten daar. Die weet dat het nee, mis is. Nee toch, ach jongen toch. Zou Kramer vergeten. Heb je 4 jaar lang alle 10 kilometers gewonnen. En iedereen is er nu beduust van op de baan. 8 kilometer afgelegd. 10 minuten 17 seconden. En 10/100ste voor Kramer. Die daarmee nog steeds 6 seconden sneller is dan Lee. Maar het zou inderdaad, ja hoor, Kramer. Oh, hij heeft vergeten te wisselen. Bij het afkomen van de kruising stapt hij half over de lijn heen. En gaat hij gewoon weer de binnenbocht in. Ja. En ik zie je trouwens. Wat doet hij? Het lijkt wel een totale verstandsverbijstering van Sven Kramer. Te geconcentreerd waarschijnlijk. Sven toch. Wat een moment. Even trouwens een beeld hier van het middenterrein. Ik zag net Bob de Jong, die zag ik opspringen. Want ja, die weet gewoon dat hij nu zilver te pakken heeft. Want die denkt natuurlijk van ja, prima. De een zijn dood is de ander zijn brood. Ja. Maar wat is het jammer zeggen. Je zag het meteen. Kijk, nu zien we Gerard Kempkes weer. Naar Kramer toe laat hij niks blijken. Maar op het moment dat Kramer voorbij is, dan zie je Kempkes gewoon eigenlijk door het ijs zakken. Letterlijk. Ja, iedereen. Er zijn nog mensen in het stadion die denken dat het allemaal goed komt. En Lee juicht al. We hebben nog steeds geen officiële bevestiging gekregen, maar nee, het is over. Lee juicht al. Lee heeft gewonnen. Sven Kramer gaat hier een mis. Hij maakt nooit fouten. Sven Kramer maakt nooit fouten. Sven Kramer heeft altijd de regie in handen. Waar hij ook is, wat hij ook doet. Op de tribune is het ook al doorgedrongen. Iep Kramer, de vader zit daar. We zagen Naomi van Assen, een vriendin. En iedereen kijkt naar elkaar in verbijstering van wat is hier aan de hand. Hoe kan het zijn dat Sven Kramer, de man die hier het goud voor het oprapen had, dat hij zo'n cruciale fout maakt. Dat hij vergeet te wisselen. Sterker nog, hij had goed gewisseld, maar hij ging gewoon weer terug aan de oude baan. Het was een zeer opmerkelijk moment. Het is een aantal keer nu getoond aan ons inderdaad. Hij reed gewoon op weg naar de buitenbaan en stapt dan in één keer over het pionnetje heen toch weer die binnenbaan in. En laten we nu ook even kijken hoe het met Skobref gaat. Want die rijdt natuurlijk gewoon door met 12.00.60. Is Skobref op dit moment langzamer dan Lee. Maar Skobref is sneller dan Bob de Jong. Dus dan zou Skobref hier wel eens het zilver kunnen gaan pakken. Maar het verhaal van deze 10 kilometer is Sven Kramer. Die vergeet te wisselen. Sven, stop maar jongen, want je hoeft niet te bewijzen dat je een goede schaatser bent. Dat ben je wel. Stop er maar mee. En hij rijdt gewoon door, Sven Kramer. Dat hoef je niet te laten zien. En hier komt Skobref ook op weg naar de bel voor de laatste ronde. In 12.31.27. Dan gaat Skobref het zilver veroveren achter Lee. Ja, en, dan gaat het brons naar Bob de Jong. Lee is, weet het al, hij is Olympisch kampioen. Hij heeft de vlag al klaar. Die gaat zo meteen als Sven Kramer hier doorkomt. Even juichen. De kroonprins weet het volgens mij ook nog niet. Want hij juicht met Erika Terpstra gewoon nog voor Sven Kramer. Nee, hier over de streep komt. En zijn armen de lucht is Hij weet het niet. Hij weet het gewoon. Zou je het niet weten? 12.54.50.
Hij weet het niet. Dat komt door Kempkers die iedere keer als hij langskwam gewoon bleef aanmoedigen. Gewoon bleef roepen van ga door, ga door. En nu krijgt hij het waarschijnlijk horen. Ja, nu gaat hij het horen. Hij heeft nog een glimlach. Ja. Hij heeft nog een glimlach terwijl Lee zijn feestje al viert. Kijken wij naar Kramer. Ik heb toch niet verkeerd gewisseld. Ja, kijk, en nu krijgt hij het te horen. Smijt de bril weg. Smijt de bril weg. Woedend is hij op Gerard Kempkers. Die daar... hij is woedend. Ja, nu komt er even wat uitzetten bij Kramer. Schopt nu blokjes weg. Hij heeft vergeten, hij is vergeten te wisselen. En dus wordt het goud voor Seun-Hoon Lee uit Zuid-Korea. Zilver voor Skobrev in 13-02-17. En gaat de bronzen medaille naar Bob de Jong. Sven Kramer. Hij krijgt nu beertjes toegegooid. Maar die zal hij absoluut niet willen hebben. Skobrev rijdt voor hem langs nu. En Kramer kijkt woedend onze kant op. Ja. Woedend naar Wennemars. Ja, wat moet je dan zeggen? Hij moet woedend zijn op zichzelf. Want hij maakt zelf de fout aan het einde van de kruising. Inderdaad, misschien een kwestie van overgeconcentreerdheid. Hij was op weg naar de buitenbaan. We hebben het moment inmiddels een aantal keer terug kunnen zien op de diverse monitoren hier in de baan. Was gewoon op weg naar de buitenbaan. Stapt over het pionnetje heen aan het einde van de kruising. Zo de binnenbocht weer in. Skobrev inmiddels, die nu voor ons langskomt, die juicht omdat hij tweede is geworden. Maar het verhaal is toch de diskwalificatie van Sven Kramer, die dus vergeten is te wisselen. Twee buitenbanen achter elkaar heeft gereden. En dat mag simpelweg niet. Of twee binnenbanen achter elkaar heeft gereden. En dat mag simpelweg niet. Nee. En dus gaat het goud naar Korea, naar Seun-Hoon Lee, die met de vlag als een heerser nu over de baan loopt. Maar ja, Sven Kramer, 18 keer op rij en 10 kilometer gewonnen. Ongeslagen sinds 24 december 2006. Staat nu voorovergebogen met de handen op zijn knieën. Daar, kijk, daar gebeurt het weer. We zien het nog een keer hier in de hal. Ik dacht dat hij gewoon ik zag hem een rare pas nemen. En ik dacht, hij gaat versnellen door die binnenbocht heen. Maar wij konden het vanaf hier zien. Het was gewoon te ver weg om te kijken welke baan hij nou eigenlijk in moest. En zo wordt het een bizarre dag hier in Richmond. Met een ontknoping die niemand had verwacht. En voor Sven Kramer. Sven Kramer, dat is iemand die nooit foutjes maakt. Alles tot in de details uitdenkt. Overal rekening mee houdt. Altijd alles ziet. Hij zei van tevoren, zie je wel, want hij weet precies waar iedereen zit. Hij weet precies hoe hij moet doen. Hij weet precies wanneer hij moet starten. Hij weet precies hoe ze schaatsen. Hij weet ook precies hoe anderen zich voorbereiden. Even kijken wat er nu, want hij krijgt nu een schouderklopje van Bob de Jong. Ja. Maar zit hij daar wel op te wachten? Natuurlijk niet. Zit hij daar niet op te wachten? Hij schreeuwt het uit op het middenterrein. Bob de Jong, die na het goud van 4 jaar geleden nu het brons pakt. En dan staat ook Gerard Kempkers altijd aan het einde van die kruising. En misschien is hij daardoor ook wel een klein beetje geschrokken. Want hij koos natuurlijk heel erg fanatiek. En misschien heeft hij iets gezegd waardoor hij nog de aandacht had van Gerard Kempkers. En dat hij daardoor misschien de verkeerde bocht heeft. Ja, ik weet het ook niet hoor. Ik zeg maar wat. We hebben eerder vanavond het moment uit het verleden nog een keer voorbij horen komen. Hilbert, je moet doorrijden, jongen. Nou, dit moment gaat ook de archieven in. Sven Kramer, die op het toernooi... Der toernooien, dat toernooi wat 1 keer in de 4 jaar is op de 10 kilometer, vergeet te wisselen. Nou ja, hij vergeet het niet. Hij was op weg naar de wissel, maar hij stapt terug de verkeerde baan in. En die fout kost hem de gouden medaille hier in Richmond. En het goud gaat naar Lee, naar Seun-Hoon Lee uit Korea. Het zilver gaat naar Rusland, naar Ivan Skobrev. En het brons gaat naar Nederland, naar Bob de Jong. Erben Wennemar smijt nu zijn laptop dicht naast ons. En iedereen is er helemaal beduust van wat hier gebeurt in Richmond. Wopke de Vecht, die feliciteert de Koreanen. Eens even kijken waar Kramer nu naartoe is. Die staat op het middenterrein volgens mij nog steeds met helemaal voorovergebogen. Krijgt het ene schouderklopje na het andere. Nee, hij zit op het bankje, daar zit hij inderdaad. Gerard Kempkers was degene die voorovergebogen staat. Maar jongens, Kempkers nu ook. We zagen net slow motion beelden even van Kempkers. Die je dus die geeft aan dat, Sven 3 seconden voor heeft op Lee, op dat bordje. En dan zie je hem zeggen, binnenbaan, zegt hij. Keihard. Dan zou het de fout van Kramer zijn. Ja. Dan, of van Kempkers zijn. Ja. Jeetje, nee, maar dan zou het een enorme fout zijn van Gerard Kempkers.
Als dat inderdaad zo is en je als ziet, Kramer... Volgens mij, als ik goed kan liplezen, zie je hem zeggen. Hij wijst en zegt binnenbaan. Nou, wij hebben hier dat fragment niet gezien op onze monitoren. Wij hebben hier de monitoren die hier ook in het stadion zijn. En we krijgen niet alle beelden mee die er daar is dat fragment niet op te zien. Maar als dat zo is... Dan is Kempkers bezweken onder de druk. Dan zou dat een knoepert van een fout zijn van, kijk, van Gerard Kempkers. We weten dat er een Nederlandse regisseur zit. Dus die heeft dat beeld ongetwijfeld apart gezet. En dat zal ongetwijfeld op dat cruciale moment zijn geweest. Maar je ziet Kempkes zeggen, hij wijst ook binnenbaan, zie ik hem zeggen. Dat verklaart ook de boosheid van Kramer na afloop natuurlijk. Toen Kempkes hem vertelde van, ja, je bent toch verkeerd gewisseld. Ja.